Ik las ergens dat jij hem wel gezoend hebben. Dus het was gewoon echt een klote situatie. Wat is het eerste wat je hebt gekocht toen je je salarisstrookje kreeg, om maar even zo te zeggen? Je was homo en weet ik het allemaal. Ja, dat vond ik in het begin vond ik heel lastig. Heb je daar ooit mee gedaan met die condooms en die strings? En die stond er altijd in mijn portemonnee. Nou, zit er dan, Kai? Ja. Alweer, nee. Alweer, hè? Vorige keer was het iets donkerder, iets harder muziek. Ja, wel op een bank. Niks ergs gebeurd of verder, we waren in een club. Feestje. Hey, het volgende ding. Jij komt net binnen. Mm-hmm. Kai Gorgels zegt tegen mij, ja, je moet even Kai van Voort vragen. Die heeft met Ariana Lima contact gehad. En jij laat gewoon een telefoon zien met hem op een conversatie met Ariana Lima. Ja, ik was 17, dat stond dus alweer 4 jaar geleden. Ja. Ja, dat niet. Ik weet ook niet waarom. En uiteindelijk gaf ze als reden, ja, ik zag je voorbij komen op, hoe noem het, die verkenningspagina op Instagram. En ze dacht, nou leuk, ik volg het even. Dacht je niet zoiets van, oké, wat moet ik hiermee? Of had je zoiets van, ja, ik kan er toch niets mee, want ik ben veel te jong. Nee, in het begin dacht ik, dit is top. Totdat het ging een beetje praten. En dacht ik, oké, dit is best bijzonder. Ja. Toen was het ook een beetje de conversatie, ben je in huur? Ze was in Europa, dus het was, ben je in Parijs? En dat is Amsterdam, Parijs natuurlijk echt. Ja, een paar uurtjes. 4-5 uurtjes. Ja. Ja, ik heb het al vaker gezegd. Ik was 17 jaar oud, ik had geen rijbewijs. Ik zat in mijn examenjaar met mijn opleiding op dat moment. Ja. Dus het was gewoon echt een klote situatie. Hoe was jouw jeugd? Ja, mijn jeugd was top. Echt, de basisschool, middelbare school was allemaal super. En hoe was je als leerling op school? Ik liep overal een beetje achteraan, zeg maar, op leergebied. Dus ik vond echt met mijn vrienden en alles vond ik helemaal fantastisch. Maar op schoolgebied en leren en huiswerk was ik echt een ramp in. Was jij rebels op school? Nee, viel wel mee eigenlijk. Ja, spijbelen wel, heel veel gedaan. Ja? Maar dat hoort er ook wel weer een beetje bij, denk ik of zo. Ja. Dus dat is het enige eigenlijk. Wat was eigenlijk het eerste moment in jouw leven dat je bezig was met zingen, dansen, acteren? Het is in de auto, als ik met mijn vader in de auto zat. Ja. En toen zag ik een keer Kinderen voor Kinderen op televisie. Ja. En dat waren voor mij toen echt idolen. Ik dacht, dit is echt de shit, dit is echt vet. Als je hier aan mee mag doen, dan heb je het ook wel gemaakt in Nederland. Ja. En dan ben je 9. Toen had mijn oom geregeld dat ik een liedje mocht zingen met Dana Winner. Dat is een Vlaamse zangeres. En op het podium, toen kwam ik eraf en toen het eerste wat ik toen zei was, nou, dit wil ik echt meer en dit wil ik gewoon mijn hele leven blijven doen. Ja, zo top. Mooi vond ik dat. Ja. Tot heden is dat gelukt. En wat was dan het moment dat je daar iets mee ging doen wat dan verder ging dan alleen een hobby? Was het Siska de Rat of was dat Kinderen voor Kinderen eerst? Nou, dat was eigenlijk tegelijk. Dus dat was ook direct mega druk. En op dat moment was ik nog aan het voetballen en iedere dag bomen te bouwen en weet ik het allemaal. Ja, ja. Kinderen voor Kinderen, dat was toen gelukt. Daar mocht ik aan deelnemen. Dus dat was een soort dus van droom die uitkwam. Ja. Op het moment dat ik dat aan het doen was, toen kreeg ik te horen dat ik ook Siska de Rat mocht gaan doen. Dus dat liep een soort van in elkaar over. Achteraf is het echt alleen maar goed geweest, denk ik. Dat ik zo jong was en dat ik al zulke dingen allemaal mocht doen en mocht leren. Het enige wat ik heel lastig vond, ik was 11 dat ik begon, dus ik zat in groep 7 ongeveer, dat ik ineens een beetje op tv kwam en dat ik iets deed wat toch wel anders was dan het voetballen, zeg maar. Ja. En op de middelbare school was dat toch ineens, vonden kinderen ineens arrogant en je deed uit de hoogte en je was homo en weet ik het allemaal. Ja, ja, dat vond ik in het begin, vond ik heel lastig. Waar mensen jaloers en... Ja, het kwam voornamelijk uit jaloezie, denk ik. En vooral jongens natuurlijk, die het allemaal verschrikkelijk vonden wat ik allemaal aan het doen was. Het was gewoon net even anders dan wat de normale kinderen op die leeftijd deden. Fast forward naar Be Brave, de meest succesvolle jongensgroep die Nederland ooit gehad heeft. Ik heb dingen gezien wat ik gezien heb bij jullie, hoeveel rijen en hoeveel gekte en stemmen die aan het schreeuwen waren omdat jullie ergens binnen zaten terwijl ze gewoon voor de deur zaten. Wat doet dat met je? Het is bizar, toch? Ja, het is niet te bevatten eigenlijk. Nee, klopt. En daarom vind ik het ook heel moeilijk om uit te leggen wat dat met je doet en vooral op zo'n leeftijd of zo. Het was heel raar, maar daar was ik heel blij om en dat zeg ik ook altijd. We waren met z'n vijven en we maakten het alle 5 mee of zo. Ja. Dus met z'n vijven konden we er heel nonchalant over praten, want voor ons 5 was het normaal, zeg maar. Maar ja, als ik het aan mijn vrienden in Beverwijk moest vertellen van ik stond gisteravond daar en daar en er waren een paar duizend meiden die achter de bus aanrenden. Ja. Dat kan je niet echt overbrengen. En dan is het, lachen joh, grappig. En maar dat gevoel, zeg maar, hoe dat voelt en als het voor jou is, dat is gewoon heel onwerkelijk. Ja, dan gewoon de cliché-ding of zo. Iedere show wel strings en BH's en weet ik het wat er altijd op het podium lag. Condooms, weet ik het allemaal. Oh, echt?
Ja, heb je daar ooit mee gedaan met die condooms en die strings? En die stond er altijd in mijn portemonnee en dan hoefde ik zelf niet te kopen. Nee. Kan jij een moment noemen waarvan je dacht, oké, dit is wel echt heel raar of uitzonderlijk wat er gebeurt? Ja, wat ik nu pas realiseer, zeg maar, overal waar wij waren altijd fans. Maar echt altijd. Ja. Dus op een gegeven moment hadden we ook afgesproken dat we bepaalde dingen niet meer mochten delen, ook met management en dingen. Want ze stonden er altijd. En dat was natuurlijk te gek, maar ja, soms was het een soort van, ja, oké, kloten, nu, wat gaan we nu doen? Moeten we naar via de achterkant? Of, want we wilden altijd wel de tijd maken ook om foto's te maken, maar de tijd was er ook niet altijd. Nee. En dan is het weer, ja, dan stel je weer teleur of dan ben je ineens dan ben je arrogant of snap je, op die manier. Ja. Maar dat achteraf vond ik dat altijd iets heel raars. Dat is echt, het maakt niet uit waar we waren. Waar we waren altijd fans om ons heen. Ja. Het enige wat ik af en toe vervelend vond, maar ik kom dan niet uit Amsterdam. Dus dat is wel relaxed of zo. Ja. Omdat ze toch altijd denken, oh wacht, daar gebeurt het allemaal. Ja. Dus als ik thuis was, dan was ik wel echt thuis en dan was het wel gewoon rust. Ja. En dat is het enige nadeel wat ik af en toe vond als ze daar zeg maar aan de deur stonden. Of weet je, ze reden door je straat. Of... Serieus? Ze kwamen gewoon bij je langs? Ja, dat op een gegeven moment buren die hebben zelfs wel een keer een groepje weggestuurd. Dat zeiden, oh nu even niet hoor, want jullie liggen ook bij ons voor de deur. En dat zij op een gegeven moment dachten, ja, het is nu wel een keer klaar. Wat is het eerste wat je hebt gekocht toen je je salarisstrookje kreeg, om maar even zo te zeggen? Ja, ik denk dat het veel mooier klinkt dan het is hoor. Uiteindelijk, tuurlijk, we verdienen meer dan op dat moment mijn leeftijdsgenoten of zo, die bij de Albert Heijn vakken vulden. Maar het was ook niet dat we tonnen binnenhaalden of zo, voor onszelf per persoon. Hmm. Mijn kleding veranderde ineens wel echt heel erg. Ja. Dat je ineens veel duurdere spullen kon kopen. Ja. Dus dat, ik denk dat dat iets is wat ik... Wat is het duurste kledingstuk wat je ooit hebt gekocht? Een keer schoenen van €800 of zo. Dan zie je mensen van veel ouder dan ik, die zag je daarop lopen. Of online, denk je, jezus, dat wil ik ook. Ja. Het kon wel ineens of zo. Wat is eigenlijk de reden geweest waarom jullie zo het hadden van, nou, want het ging eigenlijk supergoed. De laatste hit. One Night Stand. One Night Stand. En jullie zijn naar mijn idee van de een op de andere dag gestopt. Ja. Het is waarschijnlijk niet zo gegaan. Gedeeltelijk. Mm. Inderdaad, die hit, dat was in de zomer. Een half jaar later hebben we uiteindelijk besloten van, we stoppen ermee. 4 jaar was top. Maar ja, 4 jaar met een groep is ook 4 jaar met z'n allen één kant op, zeg maar, met je neus. Ja. En als je op een gegeven moment 20, 21 bent, ja, op een gegeven moment was het wel een soort van, oké, weet je, laten we gewoon nu focussen op zijn eigen carrières. Ja. Ja, ergens ook wel weer vet of zo. Dus je kan zeggen, weet je, ik ging hartstikke lekker en toen hebben we gezegd, we stoppen ermee. Wat maakt voor jou een meisje, een leuk meisje, iemand waar je iets voor zou kunnen voelen? Ja, het verschilt heel erg. Ik heb nu een paar situaties meegemaakt. Waarvan één keer, weet je, dan is het ineens uiterlijk en dan denk je, jezus. Ja. Heel bijzonder dit. Ja. En dan aan de hand daarvan of zo, snap je, omdat je toch de aantrekkingskracht hebt, aan de hand daarvan leer je elkaar echt heel goed kennen. Ja. En dan op een gegeven moment kom je erachter, ja, dit is het toch niet of zo. Ja. Maar op dat moment ben je smoor verliefd, dus dan wil je dat ook niet zien. Ik heb ook meegemaakt dat ik iemand echt al maanden, jaren ken. Ja. En dan word je verliefd meer op innerlijk of zo. Ja. En dan, snap je, en dan boeit de rest allemaal niet meer, want dan gaat het erom dat je het ineens heel fijn hebt met die persoon. Ben je iemand die gewoon in een club iemand ziet en zegt, oké, Kai, maak je stap, zij gaat worden vanavond. Met een bakkie is dat, dat meestal wel. Ja. Wat is jouw beste versiermove geweest ever? Ik denk niet dat die bestaat. Denk ik niet. Het is vaak gewoon eerst oogcontact. Ja. Als dat niet lukt, dan denk ik bij mezelf van, nou, laat maar zitten dan. Dit lukt sowieso niet. Als het oogcontact er is, dan is het wel van, oh, hè, en een drankje. En hey, wil je ook wat drinken? En heb je het gezellig? Met wie ben je? Precies. Ja, en dan heb je zo ineens een praatje en dan lukt het vaak wel. Of lukt het vaak wel, dat klinkt... Nee, dat is een fout opmerking. Nee. Lukt het vaak om het gesprek wel... Ben je ooit afgewezen? Ja, tuurlijk. Ja? Tuurlijk. Kan je nog een blauwtje herinneren waarvan je dacht, oh shit. Ja, wel meerdere hoor. Ja? Wel meerdere. Ja, ik zit nu te denken, qua Insta weet ik wel dat ik echt wel meiden af en toe ken. En dat ik dan op een gegeven moment, hey, laat me een bericht sturen. Ja. Dat ik af en toe echt wel een flinke bok heb gehad met... weet ik veel, nee sorry. Of gewoon geen reactie, dat ik iemand vroeg, hey, zullen we eens een keer wat drinken? Open laten staan. Terwijl je ervoor een heel leuk gesprek had, totdat je in één keer zeg maar de move maakt. Maar open laten staan. Kan je op Insta zou ik denken, Ariana Lima heeft een bericht gestuurd. So I don't really care what you want. Ik stuur ook vaak de screenshots die ik dan even door. Van, jij niet. Nee. Dat is me wel vaak gebeurd. En in de club, ja tuurlijk. Dat je het probeert en dan hoppa, gezicht de andere kant op. En later. Hoe
zit het tussen jou en Maan? Je was wel echt meer dan vriendschap, maar het was geen romantiek, toch? Ik las ergens dat jij en Maan wel gezoend hebben. Zelfs op het podium bij Dance and Dance. Dus in principe heeft heel landelijk Nederland dat kunnen zien. Maar het was net zo gefilmd dat een soort van haar haar viel volgens mij over mijn gezicht. Dus het was een soort van gecoverd. Dat was best lekker. Ja? Ja, was, ik heb wel eens minder gezoend, ja. Ja, dus Maan kan wel goed zoenen. Ja, ik heb daar oprecht wel van genoten. Heb je het daarna nog een keer gedaan? Het was niet de enige keer. Ja, dan is het toch wel een vonk geweest, enigszins, toch? Nee, nou, wat, nee, ja, wat ik zeg. Tuurlijk, het was hartstikke leuk en hartstikke gezellig. En we waren heel close. Ja. En dat is toen een keer gebeurd. Waar zie jij jezelf over 5 jaar? Over 5 jaar zie ik mezelf voornamelijk in de muziek. En hoop ik dat ik daarnaast gewoon af en toe wat dingen op presentatie en acteergebied heb kunnen doen. Eigenlijk een beetje zoals het de afgelopen jaren ook is gegaan. Ja. Voornamelijk was het altijd muziek. Tussendoor hebben we een film mogen doen, presentatieklusjes af en toe. Ja. En ik wil dat aankomende 5 jaar eigenlijk wel eens doorzetten. En dan hopen over 5 à 10 jaar dat ik het gewoon echt... Ja, dat ik het een soort van 2 kanten kan, kan snoepen, zeg maar. Hey, en op korte termijn, wat kunnen we van je verwachten? Ik ben bezig met mijn nieuwe single, met videoclip. Dus dat is heel leuk. Ja, dat wordt dan mijn tweede ooit. Ja. Dat blijft bijzonder. De eerste shows komen nu binnen, dus ik ben heel blij als ik straks gewoon weer lekker het land in kan met eigen shows. Ja. Oké. Okay. Ik ben tevreden. Ja? Weet je alles? Ja, ik weet alles. Nice. Ik weet alles. Nice.